Hoe lang geleden is het nou dat je naar New York bent vertrokken? Oh, 50 jaar geleden. Zat ik 6 maanden per jaar in New York en 6 maanden per jaar in Parijs. Waarom ben je nou eigenlijk zo graag hier? Het is een stad die boeit mij. De drukte op de straat, de mensen, de markten. Hier is het echte individualisme nog steeds. Dat trekt mij natuurlijk aan. En je kan ook anoniem leven, dat is ook prettig. Vind je dat prettig? Ja, juist. Ja. Als ik in Amsterdam ben, word ik vreselijk lastig gevallen op straat. Ja. Niet op een onaangename manier, maar toch wel... Maar niet te min, ja. Je wordt toch lastig gevallen. Maar je ging naar New York omdat je het aantrekkelijk vond om in te werken? Ik kende New York helemaal niet. Hoe kwam je erop dan? Nou, ik kreeg een contract van een aangeboden van de Amerikaanse cavalerie. En dat heb ik toen gedaan. Dan kreeg ik geld iedere maand. Ja, zo die kant op? En toen na een jaar, zeg ze, waarom kom je niet naar Amerika? Toen heb ik toen gedaan, met de boot. Ja. Dan heb ik ook 2 doeken verkocht aan het Guggenheim Museum. Dat was toen nog Sweeney. Was toen nog de directeur, die kwam daar ook visite. En ook het Museum Dame Delle, de Moderne Art Museum, 7 doeken verkocht. Die kwamen allemaal toen bij je kopen? Ja. Dat gebeurde? Heel snel. Heel snel. Maar hoe kon je dat nog verkopen in die tijd? Weet je dat nog, wat je toen betaalde voor een mooi schilderij? Nou, $1000. Zo weinig. Ja. $1000. Dat was toen heel veel. Nee. Als je nou toen de tijd een doek verkocht voor $2000, is hetzelfde als nu als $20.000. Want ik won ook nog de prijs, de nationale Guggenheim en de internationale Guggenheimprijs. Ik heb ook meteen de boom gewonnen. Dat was $12.000. Dat zou nou een bedrag zijn van $120.000. Ja, $12.000 kon je misschien wel een jaar leven? Ja, ik kon voor $4000 per jaar. In New York, in een goed appartement, een echtpaar van leven en ja, voor $4000. Een witte auto rijdt het voorplein op van het Zijsterslot. Het is een kostbare auto en het is een beroemde Nederlander die zich hiermee verplaatst. De voornamelijk in het buitenland werkende kunstenaar Karel Appel. Mijn vader had een kapperzaak, hè? Ja. Dus ik ben een volleerde kapper. Dus dat deed ik ook allemaal vroeger. Ja, toen was 17 jaar. Ik ben met mijn vader gewerkt als kind al. Die had een hele grote zaak, weet je wel, zo'n jullie salon. Waar? In de Dapperstraat. In Amsterdam? Ja. Ja. Waar ik geboren was. En had je knippen geleerd voor je vader? Ja, spullen bewijs al als kind. Ja. Zou je het nog kunnen? Ja, ik kan. Ja? Ik knipte altijd Harriet. Nou, je niet vrouw? Meer. Ja, ja, nou niet meer. Waarom niet? Nou, ik kan niet zo scherp zien. Oh ja. Ik kan wel gewoon zien, maar... Een knipje scheef. Ja, het knipje scheef. Ze wil het niet meer. Het knipje scheef en wel gelijk. Harriet! Harriet! Hè? Rusten, ja? Ik denk even goed rusten. Nee, helemaal niet. Ik ben niet moe. Je loopt een beetje... Nou, vind je dat ik moet? Nee, helemaal niet hoor. Oké. Ik ben helemaal niet moe. Ik vind het lekker even lopen. Ja. Even kijken, nou. Heel lang. Zo. Hier is warm. Hier kom je al jaren? Ja, die mensen ken ik al jaren. Jarenlang ken ik die. En wat koop je hier, Karel? Wat heb je hier? Ik heb hier gekocht maskers. Oude maskers. Die ik weer stuks geschagen of schilder. Die gebruik je hier voor je werk? Ja. Ja, die gebruik ik in mijn beelden. Mm-hmm. Heel veel, honderden. Ja, zoals de relief, dat zou ik kunnen gebruiken. Ja, nu niet meer, want nu werk ik anders.
Maar toen de tijd wel. En toen gebruikte ik het. Zo'n stuk hout, vliegend ding, weet je wel. Dit ding? Ja, dat kon ik ook gebruiken. Maar veel, hè. Vrachtwagens vol. Haalde ik weg. Dan liet ik brengen naar een buitenhuis. Dan heb ik een heel groot atelier. Voor mij met twee belangrijkste plaatsen in het huis is de keuken en het atelier. Daar zat ik. Al die andere tientallen kamers. Eigenlijk mijn slaapkamer. Ja. Verder kwam ik er nooit. Het was wel kennelijk belangrijk voor je dat je op al die verschillende plekken in die verschillende landen een atelier had. Ja, met een tuurlijk. Huis. Ja. Ja. Veel ateliers altijd. Ja. Twee of drie ateliers tegelijk. Soms meer. Ja. Om beelden te kunnen maken, om te kunnen schilderen, te kunnen tekenen. Zo'n 3, 4 of 5 ateliers had ik. Ja, heb ik nog, maar nou meer verspreid. Ja. En waarom had je dat dan? Waarom was één atelier op één plek niet genoeg? Omdat het aan half jaar van jou was het vol. Stond het vol. Met werk? Ja. Stond het vol, dus dan moest ik toch wat anders zoeken. Sing for a moment, maybe we okay. Screw it or pay the rent, and then. Moet ik je sokken hebben? Ja, graag. Ja. Dan lopen we zo naar beneden. Nou, ik moet je nog lessen. Het zijn alleen die knieën die ik heb. Ja. Dat is het enige. Hey. How are you? Good. Long time not seen. Yeah. Everything all right? Yeah, but we have to move out of this yeah, space. Yeah, I see you have so much new stuff in the boxes. Yeah, you want to look around? Yeah, we look around a little bit. Dus ik loop zo rond en kijk wat ik gebruiken kan. Ik heb ook veel van die hettenkoppen gebruikt. Mijn werk. Die vooral van die oude rommel ook van. Dat niet beschilderd is. Dat is inspireert natuurlijk, hè. Die primitiviteit van die beelden. Die gehakt zijn door mensen die en alfabeet zijn, die hakken en die... Maken het uit instinct, maken ze die beelden. Hé, hey, als je dit nou koopt, hè, dan wordt het een onderdeel van een van nieuw werk. Ja, het is een onderdeel van een nieuw werk. Eerst noemde ik het ook daarom hybride art. Maar hier zijn ook mooie stukken nog. Ik weet niet, hoe oud, weet jij hoe oud het is? Dat zo'n ding? Nee, dat interesseert me nog helemaal niet. Nee. Kan je niks schelen? Nee. Dat is ook goed. Zou het allemaal kunnen maar dan ga je zo weer beschilderen zelf. Je gaat soms er iets mee doen. Soms niet, soms wel. Ja, natuurlijk, ja, zo'n zaak er een stuk af. Denk je wel? Dus ik respect niet meer die cultuur. Nee. Maar dan over 50 jaar, dan loopt er een andere kunstenaar met een andere televisie mevrouw door jouw beelden. En dan koopt hij ze weer en hakt hij ze weer uit elkaar misschien voor een nieuw beeld. Zou niet weten. Zou je het erg vinden? Ja. Ja? Ja, daar heb ik het niet voor gemaakt. Ja, waar was dat, as you know? Hier. Je start hier. Ja, we zijn nu hier anders bezig.
Het is niet omdat het... je doet het niet meer omdat het te zwaar is nu. Nee. Doe het niet op de helpers. Ja. Je hebt altijd assistenten, dus Mario is altijd... Mario. Die hoe lang werkt Mario al voor je? Nou, gewoon wel 20 jaar. Koud nou, de zon is ja, het weg. Is koud, hè? Als de zon weg gaat, wordt het koud voor jou. Ja. Wil je naar huis? Nee, nog niet. Ik wil even stoppen. Even stoppen, ja. Oké. Hoe laat is het? Het is... Nu heb ik nog een loodje eigenlijk weer omgedaan. Even. Nee, ik heb vergeten. 1:30. We kunnen even stoppen. 1:30 is het. Ja, dat is nog vroeg, hè? Ja, maar wil je even stoppen? Nou, kan mij niet schelen. Ja, binnen. Oké. Okay. Okay. Ja, het is koud. Ja, het is zo erg is het koud. Wat jullie willen, hè? Ik hoef niet te eten. Ja, ik ben de boss. Ja, je bent de boss en de movie-star. Ik ben de movie-star. Oké, zo moet je... Jij bent de movie-star. Oké, zo wel. Je mag niet, je gaat het laten zien. Ga ze rechterop zitten. Wie een acrobaat. Oh, that's are you comfortable? Yeah. Okay. And do it carefully. Als je nou op zoveel plekken in de wereld woont, hè, zoals jij, dan is het dan moeilijk om een soort huiselijk leven te hebben, omdat je alsmaar weer ergens anders bent. Wat noem je een huiselijk leven? Ik bedoel dat het onrustig is. Dan ben je 3 maanden hier, dan 2 maanden daar, en 4 maanden zus. En dan staan net die spullen die je wil hebben, die staan weer ergens anders. Nee, ze hebben overal spullen staan. Mijn materiaal staat overal volop. Te veel altijd. Ik koop altijd te veel, dat is ook zo gek, hè? Dat ik vroeger nooit iets kon kopen natuurlijk. Misschien is het daarom dat ik gulzig als ik in de verfwinkel kom. Dan zeg ik, breng maar 100 tubes van dit en van dat. Dan denk ik, zo heb ik tenminste lekker voorraad. Kan ik net zowel gebruik maken als ik wil van mijn verf, weet je wel. Maar het leven wat jij leidt, maakt wel dat de vrouwen met wie je je leven hebt gesleten... ook altijd dat leven hebben moeten leiden, hè? Ja, die gaat mee, ja. Ja. De buiten is altijd meegegaan, met veel plezier. Ook nog. Meestal, met veel plezier. Maar ik reis nu veel minder. Ja. Ik reis eigenlijk niet echt, ik zit echt tussen... zo'n veerdienst tussen New York en Amsterdam.
Dat is eigenlijk geen reizen meer. Dat is eventjes oversteken, de sloot oversteken, even zo. Ja. Maar het is nooit zo geweest dat één van jouw partners zei... ja, wacht eens even, ik heb zelf een carrière en die ga ik niet opgeven. Nee. Nou, ik heb het, nee, heb ik niet ontmoet, nee. Nee. Dat zou ook gekund hebben. Ja. Ik vlieg niet mee met je naar je atelier in New York. Dat had gekund. En wat had je dan gedaan? Maar dat weet ik niet. Dat is niet gebeurd. Maar misschien wel, maar we toch naar New York gegaan misschien. Dat misschien had natuurlijk niet. Heel goed gekund. Ik bedoel, misschien had ik dan ook niet gegaan. Denk je dat? Dat jij niet gegaan was? Dat denk ik nou helemaal niet. Nee? Nee. Nou, het is nou minder, maar vroeger was ik erg... hoe zeg je dat? Vroeger was ik erg het gevoel van één te zijn met een vrouw. Ja. Samen, één, dat kon ik niet. Ik kon niet alleen. Ik wilde niet alleen zijn. Eén te zijn, ook al was het daar schilder in mijn atelier, dan wist ik ze ergens was ze in het huis aanwezig zo. Dat gaf ze een soort rustpunt in je gedachten. Weet je wel? Een mooi kasteeltje gekocht in de Bourgogne. En daar denk ik ook hoor, leuke ingericht, weet je, zoals hier. En toen denk ik, nou is het leuk, en nou is mijn alle broers kwamen erheen. Mijn oudste broer doet niets, die is een beetje ziekelijk. En mijn andere broer, die jonger is dan ik, die was toen timmerman. En mijn andere broer was een scharrelaar. Weet je, die staal en die loog altijd bij elkaar. Maar dat vond ik leuk, dat je al die broers een keer bij elkaar ziet. En wat ze doen, maar interesseert me niet. Nee. Maar het is nooit gelukt. Oh nee? Nee, het is nooit gelukt. Zijn nooit gekomen? Nooit. Ik heb een paar jaar geleden mijn oudste broer nog opgezocht, omdat hij ziek is. Hij deed de deur open en dat was mijn broer. Toen zag je hem na hoeveel jaar weer terug? Nou, 50 jaar misschien. Dus het is een vreemde man, maar door zijn stem herkennen, zijn stem blijft je stem natuurlijk. Ik heb nog nooit iemand van mijn familie op mijn atelier gehad of op mijn zolder waar ik toe woonde. Om op te zoeken, om te zeggen, hé, wat doe je eigenlijk? Maar geen interesse in schilderkunst, daar weten ze niks van. Maar ook niet in jou, want je kan je toch voorstellen dat je moeder denkt, niet, ik ga even naar die jongen toe. Nee, want ik verhoorde, anders hadden ze een paardje eten gebracht. Heb je een idee hoe ze jou zien? Nee, ik als wereldberoemd beeldend kunstenaar. Weet ze niet? Nee, juist een beetje misschien. Ja. Mijn moeder ook niet, mijn vader helemaal niet. Ik wist helemaal niet wat ik deed. Maar je moeder, dat verbaast me wel. Dat als je straatarm bent Nee, je mag ook niet. Mocht ze niet van mijn vader. Jou opzoeken mocht ze niet even. Nee, ook geen eten geven, niets. Vond hij het erg? Nam het je kwalijk dat je kunstenaar was? Nou, was je me allemaal kwalijk. Helder, oh ja. Nou, is oké. Careful voor de wet, red. Right. Red is wet. Mario? Ja? Yeah. Mario. We look for you. Take out the paintings. The black and white. Staat altijd klaar. Where's the me? Yeah. Where's the one that was? All right. A little bit take out, hè?
gewonnen paard. 1974 gemaakt. Ja, toen heb ik een roofoverval gehad in mijn atelier. In mijn huis hebben ze alles gestolen. Oh ja? Een man of 5 of 6. En ik was net 3 dagen in Italië. Ja? Helemaal alles weggehaald wat ik bezat. Alleen mijn schilderijen niet. Maar dat doek was nat en heb die jongen met zijn vinger ingekrast. Oh ja? En heb ik ingevuld met rood. Deze rode? Ja, deze rode. Het gewonde paard. Is dit toch even? Dat is de bruid. Weet je, de bruid en bruidkom? Hoe noem je dat? De mariage. Ja, ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Als je zo'n schilderij maakt, hoe gaat dat dan? Nou, ik begin meestal met kleur op te zetten. Een kleur, dus de eerste kleur is meteen al belangrijk voor het doek, want ik maak het bijvoorbeeld eerst rood, gedeeltelijk. Maar dat rood maak ik dan weer wit of zwart. Ja. Maar het is eerst rood geweest. Was het niet eerst rood geweest, was het ook niet wit geweest. Of blauw of zwart. Dus de eerste keer bepaalt al een richting van het doek. En de kleurvlakken die ik opbouw, en daarna, en daarom schilder ik ook vaak dikker in de verf, op die pasteuze verf. Zie ik een, begin ik een image in te zien. Zeker ja. Een image. Ik moet Hollands spreken, hè, natuurlijk. Nou, een beetje wel. Weet ja. je wel, hè? Ja. En dan die image die gaat groeien, en daar werk ik aan, meer en meer. En tijdens het werk verandert die image weer. Maar je denkt, je bent hier niet aan begonnen met het idee, nee. Ik maak een bruidspaar. Nee, helemaal niet. Oh nee? Helemaal niet, nee. Maar het, en dan is het klaar en dan kijk ik ernaar ja? een tijd. En dan geleidelijk aan vind ik vaak een titel. Zo ontstaat een doek langzaam. Ja. Verbaast het jezelf als het eruit komt? Ja, natuurlijk. Ik ben altijd verbaasd. Ja. Ik ben altijd verbaasd. Ja? Ja. Ja, en dan werk ik koortsachtig weer opnieuw door. Want vaak is het eraf en dan denk ik, nou ja, maar dan begint de volgende dag weer opnieuw. Ja, het is als schilderkunst niet af genoeg, dus dan ga ik er weer op door. Ja. En dan ben ik hier weer bezig met, dan zet ik er ineens weer een vlek wit in. Ja. Ja, die ogen zitten er al in. Dan denk ik, nou, het is te illustratief, te makkelijk. Dan zet ik er hier een vlek in tegen rood wit, zie je. Dan zet ik hier weer wit, zie je wel. Dat loopt door het ritme. Het wit loopt zo door het ritme. In een vrijere vorm. Komt over het wit weer terug, hier ook. Zie je, zet het wit en doe ik met mijn vinger. Ik schilder veel met mijn handen. Met de kwast. Dat is met de tube bijvoorbeeld. En dit is met mijn handen gedaan. Dit is met het mes bijvoorbeeld. Dus ik gebruik weinig, ook met de kwast natuurlijk, maar ik gebruik heel veel mijn handen. Ja, lijkt dit. Zie, dat is meer een spel van lijnen op een zwarte achtergrond. Ja. Is er een groot verschil tussen het werk wat je maakt in Italië of bijvoorbeeld in Parijs? Ja, voor mij wel. Italië maakte ik meer, ja, heb ik Toscaanse landschappen geschilderd veel, hè? Ja. Maar niet het landschap nageschilderd. Ik heb daar het landschap geschilderd. Ja. Er kwam Toscane in het voort, zo. Ja. Ik weet niet of ik het doek hier heb, ik geloof het niet. Nee? Nee. Ja, het Stedelijk Museum hebben er een paar. Ah. Ze zijn 2 bij 3 meter, zijn nogal groot, weet je wel. Al het werk van jou staat hier eigenlijk opgeslagen in een grote archiefdoos, zal ja, ik maar zeggen. Het is niet al het werk, het is een klein gedeelte. Dit is nog maar een klein deel? Ja, het is een klein deel. Er zijn overal nog van die ja. opslagplekken ja, met... Overal, over de hele wereld, ja. Over de hele wereld, ja. met honderden... Ja, honderden doeken en beelden en noem maar op. Heb je het nou gemaakt om het te tonen, of heb je het alleen maar voor jezelf gemaakt? Nou, dat denk ik niet. Ik werk gewoon iedere dag. Ik moet schilderen, dus dat doe ik zonder redenatie van is het voor de verkoop of is het om te tonen of is het ergens helemaal niet. Ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon zonder. Het is net als een vogel die vliegt voorbij, hoor je hem zingen. S'morgens vroeg sta ik ook met mij achter in die tuin. Hoor je die vogel zingen? Nou, die zingt zomaar. Als je hem vraagt waarom zing je, zou hij niet weten. Hij zingt zoals als de zon ook al zingt. Hier heb ik dus paintings gemaakt. Hier heb ik schilderijen gemaakt, zwart op zwart. Dus het was voor mij een experiment. Ja. Kun je dat erop krijgen, die relief, zwart? Dat je het naakt ziet.
Dat heb ik altijd met het naakt gedaan. Dus ik heb veel modellen gehad in mijn leven. Dus ook met model, dat zie je. Mm-hmm. Dat doe ik dan tamelijk snel. Dat doe ik dan tamelijk snel. Neem ik het zwart. Teken ik eigenlijk een zwart of zwart? Ja. En doe ik dan tamelijk snel. Dat is een nieuw experiment. Ik geen kleur gebruiken, geen kwars, niets. Met de tube tekenen, een grote tekening maken. Zwart of zwart. Ben je de next, Mario? De next? Waar is hij? Oh, daar. En hier laat oh, dat zien. Is wit op wit. Hier laat je zien wit op wit. Ja. Ik ben zittend naakt. Kijk, hier is het wit een beetje geel, omdat het niet in het daglicht hangt. Maar zodra het een dag hangt in het daglicht, wordt het wit. Wordt het weer wit? Wordt het helemaal wit, ja. Als je aan jou denkt, denk je zo niet aan wit op wit en zwart op zwart. Nee, waarom ben je dat gaan doen? Nou, het is een soort experiment voor mij ook. Ja. Ik denk, ik schilder veel naakt, namelijk. Ik heb veel naakten geschilderd. Een paar honderd, groot en klein. En altijd met veel kleur. En toen dacht ik, nou ga ik eens alleen tekenen op het wit vlak met wit en het zwart vlak met zwart. Kijk, hier is nog een staand naakt. Mario, you can, it's a smaller brush closer to the black paint. Closer to the edge? Yeah, closer to the edge. Not real, but closer. Right. Not completely. Okay. I stop now, I'm cramp in my stomach. Yeah, you rest. Now we stop. Yeah. It's a nice one, eh? Yeah. Yeah, I have to do, I mean, it is dry, I have to do little things, but grosso modo, you can see what I did. Yeah, it was good for you. For me? Yeah, good for me too, for the muscles. You need to go to the sauna. Yeah, I took yesterday in hot, a very hot bath, a shower, when I was home. It was a long, long time to take a hot shower. Oh, I see that silver there. You paint, there's a screw, so the color of the bed, there's a tip, you know, like all over. Wil je nog meer zien? Ja. Dan gaan we die kant op. Dat is Mario, die is steeds weg. Oh, is daar. Ja, Mario verschuilt zich steeds achter een werk. Nee, maar is een jongen, die zit in mijn atelier en is hij er niet. Maar hij is er toch, zit hij ergens in de hoekje. Ja. Dan gaan we eventjes naar de... De andere kant, hè? Sprak ik wel duidelijk genoeg zo met mijn heese stem? Ja? Oh ja. Huh? Of niet zo? Mankeert niks aan. Oh ja, nu is het komen bij mijn jeugd. Is dat ook dat is het eerste stilleven dat ik maakte. Gemaakt voor de verjaardag voor mijn moeder. Staat dit datum? Karel, ja, er staat wel. Even kijken. Nee, 1938. Ja, je ziet. Toen was je 17 jaar. 17 jaar. Ja, die vond ik bij mijn moeder op zolder terug toen ze gestorven was. Oh ja? Die stonden daar. Had ze toch bewaard, hè? Ja. Ach, wat leuk. Ik ken dat feit, hè? No. Wat gaat hiermee gebeuren met al niets. Dat werk? Zolang ik leef, gebeurt er niets mee. Daarna weet ik het niet natuurlijk. Als ik dood ben, zou ik het niet meer weten. Weet je niet? Nee. Is niet een plan? Is geen plan. Is niet... Er is geen plan, er is geen. Ik zou niet een museum weten die dat zou kunnen hebben, die dat zou kunnen hangen of zou kunnen verwerken. Je moet er zelf een museum bouwen voor je eigen werk. Daar heb ik geen geld voor. Ik gebruik mijn geld voor mijn materiaal. Dat kost enorm veel geld hoor. Ja. Al die doeken, spieramen, ateliers, verf, dat is eindlensliest. Maar dit ook, het feit dat het hier staat, ja, dat kost ook heel geklimatiseerd. Ja, opslagruimte is vrees. Vermogen ja, kost. Ja, dat is een vermogen ideaal. Voor al die opslagruimtes. Al die duizenden doeken. Ja. Ja, ik zou het niet weten van mensen. Maar je wordt er ook niet treurig van? Niet treurig, nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk. Ik zou het niet weten waar ik ermee. Ik schilder gewoon door. Ik schilder net zo hard door als vroeger. Nog vlugger. Niet vlugger, maar nog intenser ben ik bezig. Maar ik val niet in routine. En ik val ook niet in de verkoop. Ja, dat heb je ook nog. Als je plaatsen hebt, schilders die ouder worden, die vallen in de verkoop. Je wordt het dus commercieel. Of je wordt routine.
Je bent schilders die vinden een stijl en dan blijven ze een heel leven hangen. En dan zeg je, oh ja, dat is de stijl van die en die. Maar dat is de dood voor de kunst. Er moet geen stijl zijn. Stijl is de dood, is geen kunst. Denk je dat bij Corneille bijvoorbeeld? Want die leeft ook nog van die Cobra groep. Ja, Colt dat ook, maar daar wil ik niet over praten. Over vroegere vrienden en wat die doen. Dat heb ik, daar zijn ze vrij in zelf, om zelf te kiezen wat ze willen. Daar weet ik niks van trouwens. Zie je ze nooit meer? Ik zie ze nooit meer, dus... Jullie zijn uit ja, ze zijn heel ander. Ja, iedereen heeft zijn eigen leven toen al. Dus je ouder wordt, wordt het steeds sterker, je eigen leven. Je eigen keuze van leven en waar en hoe je leeft, dat is... vooral als je volwassener wordt, dan is dat het uit elkaar groeien ervan. Hoe lang zie je ze al niet meer? De mensen van de Cobra? Ja. Nou, sinds 1950. Toen al? Sinds toen zijn jullie uit elkaar gegaan, nooit meer contact gehad? Nooit meer contact gehad. Judy. Hi, Karel. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, heel goed. Eigenlijk. Met jou? Ja, we zijn druk bezig, hè? Ja, zie je. Aan het verven. Ja, de stevige vloer doet. Er zit stevig vast. Wat voor goud is het? Dat komt uit Afrika. Uit Afrika. Dat is het ijzergoud. Dus heel hard. Een speciaal schroeven moeten hebben, staal. Een staalboor om het doorheen te krijgen. Tegen gedroogd hout. Dat koop ik in een speciale kaart van toegang in Alsmeer, weet je wel, dat grote... Lang de bloemenvrij. Ja, de bloemenvrij. Die gebruiken ze op bloemsters of zo, hè? Nee, dat zijn takken die worden zo geleverd. Die kun je zo kopen, maar die gebruiken ze dan waarschijnlijk op begrafenis of zo. Ik zou niet weten. Ik heb nog alles, ik kan ook palmbomen krijgen. Ja? Woestijnbomen, die is nieuw. Ik weet niet of nou de ondergaande of opgaande zo is, maar... Het blauw van de lucht is opgaan, is fris. Het was blauw, maar ik heb het grijs gemaakt. Maar het is toch weer blauw door het oranje. Ja. Het is eigenlijk grijs, maar... Het is dus fris, want is, bedoel, het is zon, het ondergaande zon zit een ander, grijs. Zit geel in de lucht. Ja, geel. Dat is een mooi schilderij. Nee, ik wil dus die ene zaal in Brussel is dus ongeveer het grootste atelier, hè? Die ene grote zaal. Ja, dat weet ik. En daar wil ik dus alleen maar dit soort landschappen ophangen. Ja. Met die dingen. En er komt daarbij een landschap van Brusselmans. Heel hoog. Oh ja. Met geweldige wolkenpartijen. En eentje van Permeke. Ja, ik hoop dat je het veel van mijn nieuwe werk laat zien. Ja, juist, precies. Juist ook met die takken, dat is het allernieuwste. Maar vooral die de victory van de overwinning van de materie. Dat is nog nooit getoond geweest hoor, wat ik hier heb staan. Nee, dat weet ik. Dat zou ik wel fijn vinden als dat. Zo'n grote expositie royaal getoond kan worden. Maar ja, jij moet het uitzoeken natuurlijk. Ik heb ook gewerkt met dichters, met een paar Amerikaanse dichters. Wil je die ook zien? Ja. Kun je die laten zien, die van Krekeri Kesso? Met Krekeri Kesso, Corso en met Allen Ginsberg. Ja. Dat waren de twee beatniks. Ja, Allen Ginsberg, Twee laatste beatnik dichters, schrijvers die er bestonden in New York. Die zijn er altijd weer. Daar heb ik de schilderij mee gemaakt. Hier is er bijvoorbeeld één, is het gedicht erin van Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. Ja. Zo, heb je Ben. Long time not seen. After all your long trips. After all your long trips. To Europe and Russia. Sir, a poet. All over the world. Yes, heel erg aan to you. Oh yeah, he had a slater there. Flows to the death of me endlessly like a river, unafraid of becoming the sea. Yeah. Ik heb geen leesbril op gestaan. Unafraid. Unafraid of becoming the sea. Daar heb ik een model voor gehad ook. Oh ja? Ja, had ik een mooi meisje. Dat was een model. Die poseerde, dat heb ik geschilderd. En toen kwam hij binnen. En toen las hij dat gedicht langs en voor, heb ik het er meteen in geschilderd. Als schilderkunst ook, zie je wel, is het gewoon uit de hand is geschilderd. Maar het was niet, je hebt de schilderij niet opgezet om zijn gedicht erop te zetten. Hij kwam toevallig binnenlopen. Ja, hij kwam regelmatig bij mijn visite, dus. Ja.
Zo, nu gaan we naar die... Hij is al lang dood, hè, Ginsburg? Ja, ruim een jaar, denk ik nu. Heb je wel eens heimwee naar die tijd eigenlijk? Ik bedoel, als je nou zo door die schilderijen heen loopt... Nee, ik leef gewoon door. Ja, ik denk wel, ze vroegen natuurlijk, maar toch niet met de heimwee. Nee. Niet heimwee naar vroeger? Nee. Nee, echte heimwee heb ik niet. Heb ik wel in de liefde. Ja? Ik wel eens heimwee heb. Maar eigenlijk ook niet. Ik ben niet zo'n man van heimwee, nee. Dat niet. Maar het is wel een prettig gevoel maar sometimes. Heimwee in de liefde. En ik denk dat alle mensen dat wel hebben. We kennen dat heimweegevoel. Denk je niet? Wat bedoel je met heimwee in de liefde? Nou, door verloren liefdes die je gehad hebt. Oké, okay, dus heimwee dan hebben we soms buien, hebben buien. Ja. Ligt er met je buien. Ja. Dat heb ik dus als ik gedichten schrijf, heb ik het er heel erg. Ja. Niemand begrijpt ze, maar dan gaat het daar eigenlijk over. Ja. De oude olie zou ik doen. Ja, ik heb zoveel gemaakt, ik weet het zo niet meer. Zo enorm veel. Heb je ooit wel eens niet gewerkt, Karel? Nou, weinig. Ja, toen mag dat stier, was ik wel verstreek. Toen heb ik toch wel een klein jaar niet gewerkt, ja. Oh ja? Ja. Toen ben ik weer begonnen. Toen ben ik naar New York gegaan. Dan had ik een huis en daar ben ik weer begonnen. Dat heeft lang geduurd. Heel anders begonnen. Heel dun geschilderd. Met die doeken heb ik hier niet meer. Die heb ik toen verkocht, geloof ik. Maar waarom kon je niet schilderen toen Machtel doodging? Want je zou je ook kunnen voorstellen dat je dan... Dat je je juist... Ik weet niet. Geen fut. Ik werd helemaal eruit. Ja. Dat ging niet meer. Dan kon ik niet meer concentreren. De andere was overheersender. Dus toen heb ik niet meer gewerkt. Machtel was de liefde van je leven, toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb heel liefdes gehad. En zij was wel een van de... Maar Harriet ook wel, natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Daar ben ik ook alweer 20 jaar mee, hè? Harriet. Ja. Maar het is altijd weer anders. Machtel was niet zo... Werelds, moet ik zeggen. Dus ik geloof dat daar nog een ander doek staat. Staat er daar nog één, Harriet, Machtel, dat weet je, Mario. Not anymore. Maar goed, de schilderkunst houdt je op de been. Ja. Ja. Hier ben je niet geïnteresseerd in, die. Nee, dat weet ik nog niet. Als je houdt de image, die hangt eronder, want het is een overwinning van de materie. En de image heb ik werelds, zo werelds mogelijk genomen. Eland is erin, een hert. Maar bro, ben je nou als één Fries? Het is één doek, ja. Dat is één doek. 10 meter bij 4. Ja, ik kan me voorstellen, ik zoek iets voor die grote hal als je binnenkomt. Ja, het is, als het 10 meter is. Misschien dat de mensen Groeks goed schrikken. Dat is 10 meter bij 4 meter. Ja, dan zou je moeten zeggen, als je die hal binnenkomt voor je trap, weet je wel? Ga je trap ja, op. Dat heb ik toegezien. Als je het daarvoor zet, dat de frontaal dat zo zien, dat ze daar dan op afkomen, frontaal, dat ze dus, en dat ze eromheen moeten. Om de tentoonstelling binnen te gaan. De tentoonstelling ingaan. Dat is natuurlijk wel een idee. Ja, dat kan natuurlijk goed zijn, ja. Je moet ook enkele shocktherapie zijn. Ja, want dan is het onmiddellijk duidelijk dat Karel Appel iemand anders is dan die ze denkt niet is. Ja. Nee, we moeten dit laten zien, maar het zit zo ver van me af. Ja, dat coma komt ook in een klein zaaltje, daar heb ik. En, Oh, dat wil je toch laten zien weer? Ja, ik heb toch een afspraak, ik heb een opdracht. Ja. Ik heb een opdracht gegeven. Ook om die cobra te laten zien, de periode, met ja, dat komt, dat is ook de sponsor, dat is, maar dat doen maar 4. Dat doen we klein vijf en dat doen we maar van jou, van Constant, van Corneille en van Allaginski. Oh, Corneille ook? Ja, dat is... Ja, je moet het zelf weten. Doen. Hoi, ja. Good morning. Good morning. Oh, nice and warm. Yes, it's how are very, you? Very, very warm here. Yeah, and it's very, very cold outside. Mooi is het hier, zeg. Ja, het is mooi. Ik heb laten opknappen. Yeah. Het is mooi atelier. Dat heb ik al meer dan 25 jaar met dat atelier. Hier, dit atelier? Ja, ik heb er meer. Ik heb er 6. In New York? Hier, in dit gebouw. En nu ga je er afscheid van nemen. Ja. Ja.
Het is wat werken betreft wel een eenzaam bestaan, hè? Ja, maar dat zeg ik ook altijd. De eenzaamheid is mijn beste vriend. Vaak sta ik voor een leeg doek en dan loop ik er omheen te draaien. Ik schilder een week lang niet, ik kijk er alleen maar naar. En ik weet niet waar ik moet beginnen, wat ik moet beginnen, wat ik moet doen. En ineens door iets ga ik beginnen als een razende. Door iets wat ik zelf niet kan ontdekken wat. Het kan zijn dat ik een geluid hoor op straat, of dat ik er voorbij loop en ik hoor een juffer iets tegen de groenteman zeggen. Weet je wel? Kun je dat nu zien aan het werk wat je nu maakt? Dat je ouder bent, dat je gauw en moe bent. Nee. Kun je dat zien? Nee, maar dat zie je niet. Je ziet niet of ik het in 5 minuten gemaakt heb, of in 5 uur, of in 5 dagen, of in 5 jaar. Dat is niet te zien. Het doek is klaar. En dan het staat en dan zeg ik, nou, het is klaar. Dan heb ik er niet bij geschreven hoe lang ik erover heb gedaan. Als je ouder wordt, gaat het makkelijker. Je kan je makkelijker inleven. Je kan makkelijker, al die behoeftes niet zo nodig meteen, weet je wel. Mm. Als je jong bent, wil je nog zoveel andere wereldse dingen erbij. Dus laat je het door verleiden. Ja, weg terug is er niet. Je kan alleen maar ouder worden. Ja. Weg terug is er niet in de natuur. Zou je die weg terug willen, als ze hem je aanboden? Ja. Ja? Ja, ik wel. Ja, zou ik weer opnieuw gaan schilderen. Ze denken ook vaak, wat ga ik dan doen? Ja. Ga ik opnieuw schilderen, maar wat? Ja, ga ik nieuw schilderen, dan moet ik dat overboord gooien, ook wat ik tot nu toe gedaan heb. Ja. Nou ja, je moet oud worden, moet je toch wel, toch tamelijk gezond blijven. Zoals nu gaat het nog met mij. Ik heb net een zware griep, een bronchietrechter, vandaar voel ik me nog een beetje gammel, maar... Ja. Maar het gaat in ieder geval, ik schilder gewoon door, ik leef gewoon door. Dat is ook zo gek, ik denk, god, hoe komt het dat ik niemand meer ken? Ik leef eenzaam, gewoon in New York. Maar vroeger had ik altijd meteen vrienden om me heen. We gingen eten s'avonds in de stad. Of ze kwamen bij mijn atelier. Maar nu denk ik, ja, ik ben zo eenzaam. Maar dan komt al die mensen zijn dood. Alle mensen die ik kende, al die kunsthandelaren. Ik kende vroeger alleen maar de grote kunsthandelaren. Die bestaan niet meer, die zijn allemaal dood. Ik werkte vroeger al met veel kunsthandelaren. Ook in Los Angeles, in New York, overal. Maar die zijn allemaal dood. Allemaal. Gek is dat, hè? Gek idee. Al het werk wat hier staat is voor de tentoonstelling in Brussel. Ja, niet de grote niet. Maar de rest wel. De rest wel. De rest wel allemaal. Dus alles gaat er naartoe. Ja. Hoe heet, heb je een titel voor dat doek? Nou, met het skelet, dat doek met het skelet? Dat moet ik even Harriet vragen misschien. Oh. Ik zal het even vragen. Ja. Vaak wel. Later vind ik titels, weet je wel. Ja. Misschien wel, ik zal het even vragen. Ik maak zoveel titels in mijn leven. De dans. De dans. Nummer 1 of 2. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hoe heet het, de dans nummer 1? 1, volgens mij. Ja, en die andere is dans nummer 2. Ja. Oh ja, oké. Okay. De rode is dans nummer 1. Ja, ja, oké. Okay. Ja. De dans van de dood, zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Ja, dat was toevallig met een bui. Ik had twee doeken gemaakt daar en daar. Ja, allebei met een geraamte. Ja, toevallig, ja. Dat heb ik gevonden. Ik liep op de Albert Kuipmarkt en daar vond ik het. Het heeft geen andere reden dan dat je een skelet vond op de andere kant. Nee, dat vond ik leuk in plaats van een ander ding te gebruiken. Ik denk, als je zo oud bent als jij bent, ben je daar misschien mee bezig met de dood? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Dat komt, leeftijd voel je niet. Ik ben 83, maar je mag ook zeggen dat ik 53 ben. Want ik ben gelukkig tot nu toe gezond. Vielleicht. Heel nice. Ja, is possible. Het is goed, hoor, maar het is. Ja, het is best leuk. Gewoon, dan gaan we een kopje thee maken. Van de schoonheid.